Bij het Van der Valk Hotel in Apeldoorn liet justitie, na een tip van een Amerikaanse opsporingsdienst, een koffer met geld bezorgen. Om daarmee een grote partij ecstasy-pillen te kopen en zo een drugsbende op te rollen. De koffer met daarin ruim 200.000 euro van justitie is hier door Portugese undercover-agenten overhandigd aan de drugsdealers. Die agenten kregen even later in een loods in de buurt 270.000 ecstasy-pillen geleverd. Meteen na de deal hield de politie 7 man uit Culemborg, Twello en Deventer aan. En toen moest de geldkoffer met zender nog worden achterhaald. In dit café is het koffertje teruggevonden, leeg. Ik heb net even met de eigenaren gesproken en die zeggen dat het koffertje van klanten was. Dat ze niets van de drugsdeal wisten en dat ze enorm geschrokken zijn van het machtsvertoon waarmee ze werden aangehouden. De eigenaren zijn weer op vrije voeten. De andere verdachten zitten vast. De advocaat van een van hen over de deal. Heel dubieus en heel zorgwekkend. En met name ook omdat er veel belastinggeld bij betrokken is. Dat je dan, als je zo'n operatie uitvoert, dat dan gewoon onder toeziend oog eigenlijk van de politie dat het geld verdwijnt. En hij heeft meer vraagtekens. Op het moment dat een aantal undercovers in de loods waren waar uiteindelijk de pillen zijn overhandigd, toen stond de loodsdeur half open. Er is een auto aangekomen en er is door de persoon uit die auto is er vervolgens een aantal zakken met achteraf blijkt pillen geleverd. En die persoon die dat geleverd heeft, is niet onder de observatie gehouden. En die hebben ze ook niet gevolgd en is waarschijnlijk uiteindelijk ook niet aangehouden. Justitie onderzoekt waar het geld is. De verdachten staan dinsdag voor de rechter.